de 1500 SAD-tegemoetkoming die de buschauffeurs zullen krijgen van de overheid is niet genoeg. Suraj Sahadeo-Lal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, VOSOV, zegt dat bushouders meer hadden verwacht, gezien de prijzen van levensonderhoud in de afgelopen periode enorm zijn gestegen. Hoewel de busorganisatie deze tegemoetkoming niet voldoende vindt, zegt Sahadeo-Lal dat de bushouders het gebaar van de regering wel waarderen. Maar ik denk dat het wat meer kon hoor, naar de bushouders toe en de buschauffeurs. Want wij weten ook waarmee de sector te kampen heeft. Het is een sector die jaren ondergewaardeerd is. En de verdiensten van de sector laat het niet op zich toe dat je optimaal je bedrijfsvoering in stand kan houden middels gerichte investeringen en up-to-date equipment te kunnen neerzetten binnen de sector zelf. Dus ik denk dat de regering beter had moeten overwegen in wat voor situatie de sector zelf zit, in wat voor situatie de ondernemers zelf zijn, in wat voor situatie de chauffeurs zijn. De verdiensten zijn bijzonder laag. Het is niet vanaf nu, het is door de jaren heen dat ontwikkeld. En een ondersteuning op zich is goed, maar het bedrag kan zeker wat meer zijn. Suraj Sahadeo-Lal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, VOSOV. Intussen is door de regering bekendgemaakt dat het openbaar vervoer vanaf aanstaande maandag weer is toegestaan. Sahadeo-Lal zegt dat bushouders hebben uitgekeken naar dit moment, omdat zij gedurende 3 weken inkomsten hebben moeten derven, terwijl er reeds lang protocollen zijn ontwikkeld voor het openbaar vervoer.